de inrichtingswerkzaamheden op de begane grond van het pand van ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken aan de La Roekweg, voorheen bekend als Hotel Babylon, ondervinden wat oponthoud. Dit zei minister Stephen McAndrew van het departement eerder deze week aan journalisten. De bewindsman stelt dat de middelen nog vrijgegeven moeten worden om de inrichting compleet te maken. Zodat personeel die veel in contact is met het publiek, zoals de afdeling werkvergunningen, de afdeling directe bemiddeling, dan beneden kunnen zitten. Maar we wachten op de middelen. We hebben goede hoop dat het toch wel binnenkort vrij zal komen. En dat we dan volop aan de slag kunnen met het inrichten waar de twee winkels waren van het voormalig hotel Babylon. Voor de rest zijn we al ingetrokken daar. We doen onze werkzaamheden daartoe. De minister zegt verder dat het personeel van de afdeling onder directoraat arbeidsmarkt en de afdeling algemene zaken zich daar kunnen huisvesten. Eerder dit jaar kocht het ministerie het pand van Hotel Babylon op voor enkele miljoenen.